laten we nog even een polletje doen. Zou je je geld in vastgoed aandelen steken? A. Ja, ik heb me laten overtuigen. Nee, verhaal van Jim snijdt geen hout. Of C. Ik had al vastgoed aandelen en ik heb nu spijt. Laat even weten. Ik ga ertussen pakken. Jij belegt alleen maar in vastgoed, dus jij vindt het sowieso een goed idee, toch? Dus, ja. Ja, precies. Jouw vastgoed gaat alleen maar omhoog. Ja, vooralsnog wel. Ja. Maar goed, dat is een volatiele markt. Dat is een uitslag van de poll, want dat houdt me toch wel bezig. Ja, ik heb me laten overtuigen. 28% van de mensen. Verhaal van Jim snijdt geen hout. 48%. Sorry, Jim. Het wordt wel heel persoonlijk, Roland. Nou, nee, maar ik, waarom zeg ik dit? En waarom komt hij met Unibel? Omdat jij keer op keer met dat fonds komt, met het verhaal erachter, dat jij dat... Nou ja, goed. Maak een beetje onderbouwing. Ik wil me wel een beetje verdedigen voor Jim. Of hem verdedigen. Het is breder dan Unibail. Als je kijkt naar wereldwijde vastgoedaandelen, staan year-to-date 8% onder water. Dat heeft niet zozeer te maken met de enorm gedaalde waarde van het onderliggende vastgoed. Dat heeft met één ding te maken, is de rente die opgelopen is. Yep. De Pavlov-reactie van beleggers is, als rente oploopt, moet je geen vastgoed hebben. Daar ben ik het totaal niet mee eens. Wij zijn overwogen vastgoed in onze portefeuilles. En dat heeft vooral te maken met het feit dat de economische groei misschien nog wel veel belangrijker is dan hetgeen wat we nu heel even aan rentestijging hebben gezien. De waarde van vastgoed stijgt op het moment dat de economie aantrekt. Natuurlijk doet een hoge rente pijn, maar pas over een hele lange periode en als die heel lang hoog blijft. Vastgoedbedrijven financieren lang, hebben veel minder last van dit ene korte rentesprongetje dan in de koersen nu wordt geuit. Ja, maar daar heb je als aandeelhouder niet zoveel mee te maken dat jij wel direct met die koers geconfronteerd bent. Het biedt kansen. Lange termijn. Je krijgt gewoon je dividend. En je ziet natuurlijk dat de huren, die zijn over het algemeen geïndexeerd. Het is een mooie inflatiecomponent. Als de rente omhoog gaat, dan gaat de inflatie omhoog. Hè? Dan gaat de huur omhoog. Het programma is mede mogelijk gemaakt door de Giro. De Giro is beleggen. Altijd en overal. En pro beleggen. Meekijken met de beste professionals.